Dit is het nieuws van dinsdag 15 mei. Met vandaag: Willy vertrekt uit havenkwartier. Actie tegen kinderabortussen in India. En Ebru tentoonstelling in de Salon. Kunstenaarscollectief Willy gaat weg uit het havenkwartier. Reden hiervan is dat de huur van het pand dat Willy gebruikt, het DAVO-gebouw, verhoogd wordt van 0 naar 25.000 euro per jaar. Dat bedrag is door de kunstenaars, die Willy vrijwillig hebben opgezet, niet te betalen. We zijn een collectief wat op vrijwilligers draait. En we steken nu ontzettend veel tijd in het maken van een programmering. Al het geld wat daaruit komt, dat gaat weer terug in het programma. Als daar nog vaste lasten overheen komen, dan zouden we onze organisatie moeten omvormen tot een tot organisatie van een commerciële exploitant van een eigen ruimte. En dat vinden we niet passen bij wat Willy is. Want Willy is door een aantal kunstenaars opgericht om een podium te bieden aan artiesten die geen of nog geen optredens kunnen krijgen in het reguliere clubcircuit of in zalen zoals de Schouwburg. De insteek van Willy is daarmee puur idealistisch en niet commercieel. Tot nu toe hoefde Willy voor haar onderkomen in het DAVO-gebouw geen huur te betalen aan de gemeente, waardoor de programmering in stand kon worden gehouden. Maar als er wel huur betaald moet gaan worden, is de programmering geen haalbare kaart meer. Maar de vraag is wel: moet je niet wat concessies doen in deze tijd? Moet je niet toch enigszins de commercie laten gelden om toch je ideaal te kunnen waarborgen? Ja, zo zou je het kunnen bedenken inderdaad. Het afgelopen jaar eigenlijk, of de afgelopen jaren, bewijzen dat dat niet altijd hoeft. Wij halen onze inkomsten uit onze eigen onderneming. Willy doen we daarnaast. Dat is een keuze. Daarin hoef je niet mee. We stoppen ook niet met Willy. Maar we stoppen wel met Willy op deze locatie, omdat het zou betekenen dat we ons als Willy zodanig anders moeten opstellen dat we ons programma geweld aan moeten doen, onze insteek eigenlijk, waarin we, ja, waarom we zijn begonnen met Willy. Het voelt niet goed om dat te doen. Het zou eigenlijk betekenen dat we onze eigen onderneming op moeten geven om van Willy een commerciële instelling te maken. En daar zien wij geen ruimte voor binnen Willy. Dus blijft er maar één ding over en dat is vertrekken uit het havenkwartier. En dat betekent wel een verschraling van het culturele aanbod op deze plek. Omdat de gemeente juist het aanbod wil stimuleren, hebben wij wethouder Marleen Huizing om een verklaring gevraagd. Helaas was zij nu niet in de gelegenheid om te reageren. Voor Willy betekent het vertrek hooguit een kleine tegenslag, want de activiteiten worden gewoon elders voortgezet. Ja, hoe we het nu voor ons zien is dat Willy inderdaad een collectief blijft en op zoek gaat naar waar mogelijkheden zijn om dingen te doen. En dat kan overal zijn. Er zijn genoeg locaties denkbaar waar je niet vast zit aan locatiekosten. En waar je wel programma kan bieden. Wat doen een kinderwagen en beschuit met muisjes in het centrum van Deventer? Daar kwamen we snel achter. Vrijwilligers van ontwikkelorganisatie Plan Nederland voerden zaterdag actie tegen meisjesabortussen in India. De actie is een onderdeel van de campagne Let Girls Be Born. We gaan door het hele land heen met vrijwilligers. En we willen heel graag gewoon mensen bewust worden van het idee wat we doen. Willen we mensen zover krijgen om wat kleine donaties te doen om dus projecten binnen India te steunen. Om zo de bewustwording te krijgen om meisjes net zo veel waard zijn als jongens. En dat het dus niet nodig is om ze te aborteren. En dat we gewoon de meisjes ook gewoon de kans krijgen om geboren te worden binnen India. En daardoor zijn we actie aan het voeren omdat dus meisjes als minder waardig worden beschouwd. En dat zou door middel van projecten moet dat
De bewustwording van meisjes zijn net zoveel waard als jongens. Tijdens het actiemoment werd aan passanten een donatie gevraagd om de projecten in India te ondersteunen. Mensen kunnen wat doneren, een kleine donatie, dus om projecten binnen India te financieren. Dus binnen communities, lobbyen, binnen politiek. Om zo gewoon meer het en kinderfeestjes, wat ik al zoiets kleins, om zulke projecten op te starten, om zo dus meisjes meer waardering te kunnen geven. Met het project Let Girls Be Born komt de organisatie op voor de rechten van meisjes. En de organisatie hoopt door deze actie de jonge ouders in India te beïnvloeden. Ebru, ofwel papiermarmeren. Een kunstvorm waarbij met natuurlijke verf en water door middel van een speciale techniek unieke motieven op papier ontstaan. De druppels verf die op het water worden losgelaten worden gezien als een vorm van meditatie. Ze symboliseren woede, verdriet en stress. Aladdin Akkus is een Turkse kunstenaar uit Deventer die zich in de laatste jaren heeft bekwaamd in de Ebru-kunst. In de salon heeft hij nu zijn eigen expositie genaamd Reflecties op het water. Moeilijk en makkelijk, ja, dat klopt. Niet makkelijk. Moet één docent hebben, anders kan je het leren. Nou, het is eigenlijk wel een hele fijne techniek, omdat je werkt met drupjes verf die op water worden aangebracht. Ja, en die kun je dan in beweging brengen, waardoor ze uitrekken. En het meest fascinerende is dan, je verft eigenlijk op het water. En vervolgens leg je er een stukje papier op en dan zuigt dat in dat papier. Ja, dan komt daar een bijzonder schilderij uit. Nou, u hebt het aan de burgemeester voor gedaan. Ging het allemaal goed? Ja, prima. De burgemeester is heel knap gedaan. Vind ik heel knap. Nou, ik moet je eerlijk verklappen, Aladdin Akkus hield mijn hand wel vast. Dat hielp wel een stukje hoor, want anders had ik het er niet zo uitgekeken. Het is wel echt een techniek die je in vingers moet krijgen. Een paar weken geleden werd in de Bergkerk ook al een Ebru-tentoonstelling geopend. Echter bestond die alleen uit foto's. Die en deze Ebru-expositie zijn er gekomen naar aanleiding van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Onze samenleving, onze cultuur, Turkse cultuur en Nederlandse cultuur samen combineren. Tulip, paar honderd jaar eerder uit Turkije komt. Nu is onze tulip. Ebru nu komt net in Nederland. Misschien een paar honderd jaar later onze Ebru gaan worden. Er kunnen ook kunstwerken gekocht worden. De helft van die opbrengst gaat naar het goede doel. Kika, kinderen kankervrij. Ik wil niet alleen kunst maken. Ik wil ook als mensen hulp nodig, ik wil graag helpen. Ik zag dat u net twee Ebru kunstwerken gekocht hebt. Is dat met een speciale reden? A, vinden we het vreselijk mooi, mijn vrouw en ik. En B, is het voor Kika en daar zijn we nou bij betrokken. Ja, hoezo? Nou, vanwege mijn kleindochter. Morgen, wie gaat gebeurt, dat weet ik niet. Misschien wij gaan ziek worden, andere mensen ons helpen. Vandaag ik helpen, ja, dat zo doen. Beter mensen helpen, als nodig heb. De tentoonstelling is nog tot 27 mei te bezoeken. Heeft u tips, foto's of video's? Laat het ons weten en stuur een mail naar redactie@deventer.nl.